Dit is het ongelofelijke verhaal van de wc-borstel die het helemaal zat was en hij ging op avontuur. Elke dag werd zijn kapsel besmeurd met vieze poep. Hij dacht dat het zo hoorde, zijn haar onder de troep. Maar langzaam maar zeker begon hij zich te irriteren, want hij wilde wel iets heel anders doen en uitproberen. De wc-borstel, die was het helemaal zat. Hij ging op avontuur, koos voor het onbekende pad. De wc-borstel was het helemaal zat. Hij ging op avontuur, koos voor het onbekende pad. De deur ging open en hij rende weg. Op zoek naar avontuur, zonder poep en zonder pech. Hij kwam terecht in een drukke stad en heeft de dag van zijn leven gehad. Maar na die dag had hij heimwee en verlangde weer terug naar de wc. Het was gelukt, het viel niet mee, maar er stond een nieuwe borstel naast de wc. De wc-borstel was het helemaal zat. Hij ging op avontuur, koos voor het onbekende pad. De wc-borstel was het helemaal zat. Hij ging op avontuur, koos voor het onbekende pad. Hij mocht niet terug, want hij was vies en oud. Alles liep in zijn leven nu behoorlijk fout. Maar toen vond hij een oude vieze wc en ging voor altijd met hem mee. De wc-borstel was het helemaal zat. Hij ging op avontuur, koos voor het onbekende pad. De wc-borstel was het helemaal zat. Hij ging op avontuur, koos voor het onbekende pad. En de wc-borstel en de wc, die leefden nog heel lang en gelukkig. En ze maakten echt van alles mee. Dit is het einde van het grote avontuur van de vieze wc-borstel.